De aannemer, die in september bij een flat in Diemen aan het werk was, wist niet dat er een werkende gasleiding lag. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De leiding ontplofte, waardoor twee mensen omkwamen. Zes verdachten van het omkoopschandaal bij de FIFA zijn op de rode lijst van Interpol geplaatst. Er staan mensen op die ergens worden gezocht, in dit geval in de Verenigde Staten. Onder meer Jack Warner staat op de lijst. In China wordt een dag na de scheepsramp nog steeds gezocht naar honderden mensen. Een boot met ruim 450 man sloeg om. 14 zijn er gered, 13 lichamen zijn geborgen. Dat er gesjoemeld werd met de aanbesteding van het OV in Limburg was bekend bij zowel de top van de NS als die van dochterbedrijf Abellio, zegt de autoriteit Consument en Markt. NS hield zich niet aan de regels, waardoor Abellio de vergunning kreeg. Hoewel defensiemedewerkers die met de giftige verfstof Chroom 6 werken geen risico lopen, moeten ze wel beter worden beschermd. Dat zei minister Hennis in de Kamer.